Gemeente, we willen vanmorgen elkaar stilstaan bij het gebed van Nehemia 9. En het is echt een heel bijzonder gebed. In Ezra 9 en Daniel 9, toevallig allemaal 9, Nehemia 9, Ezra 9 en Daniel 9, daar staan vergelijkbare gebeden. Ook in Ezra 9, Daniel 9. Drie van die diepe en rijke gebeden. Als ik u iets zou mogen aanraden, ga voor uzelf thuis de komende week eens die drie gebeden voor uzelf eens bestuderen, overdenken en vooral, daar gaat het uiteindelijk om, ze nabidden. Het zijn zulke rijke, volle gebeden. Ook hier in Nehemia 9. U hebt het al begrepen natuurlijk, daar staat er zoveel in. Dat lukt natuurlijk nooit om dat in één preek te vatten. Daar is het veel te veel voor. Dus ik heb zitten overdenken van de week, wat zou ik nou gaan doen? Ik weet niet precies hoe ik ermee verder ga, maar het leek mij goed om eerst eens een keer heel dat gebed vanmorgen op hoofdlijnen met elkaar te bekijken. Je kan natuurlijk per vers zo het uiteen gaan leggen, maar het is ook wel eens goed om een gebed zo in één keer een soort overzicht te geven. Dan vallen je dingen op die je niet zo zouden opvallen als je het allemaal losse stukken zou nagaan. Vanuit het overzicht zie je soms dingen die je anders niet zou zien. Dus daarom lijkt het nog wel goed vanmorgen als u uw Bijbel nog thuis, dat je je Bijbel bij de hand houdt. We gaan met hoofdlijnen, op hoofdlijnen dit gebed vanmorgen met elkaar bekijken. Allereerst, laten we daarmee beginnen, moeten we natuurlijk wel in de gaten houden. Dit gebed staat niet zomaar opeens daar in Nehemia. Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf en daar volgt iets op. Het is niet zomaar opeens staat daar een gebed. Daar is iets aan vooraf gegaan en er volgt iets op. En het gebed verbindt wat er aan vooraf gaat en wat erop volgt. Dat wordt door dat gebed aan elkaar verbonden. Wat ging er aan vooraf? Nou, dat is hoofdstuk 8. 23 dagen lang heeft het volk horen voorlezen uit de wetten van Mozes. Tot de 24e dag, hè, vers 1, hebben ze 23 dagen van die zevende maand. Dus 3 weken lang hebben ze elke dag uren uit die wetten van Mozes horen voorlezen. Hebben ze gehoord hoe de Heere gediend en gevreesd wil worden. En dat hoorden ze elke dag weer en elke dag weer. Gods geboden en Gods inzettingen, hoe de Heere wilde worden gediend en gevreesd. En toen ze dat steeds maar hoorden, hè, elke dag weer, gingen ze steeds scherper en duidelijker zien en beseffen hoe ontzaggelijk ze daarin waren tekortgeschoten. Toen ze dat steeds weer hoorden, drong het steeds meer tot en door: o God, wie zijn wij voor u geweest? Ze gingen steeds scherper hun zonde en hun schuld zien. En dan moet ik nog wat bij zeggen over die wet. Die wetten van Mozes waren niet zomaar wetten, maar het waren verbondswetten. Want wij weten, de Heere was bij de Sinaï met het volk Israël in een verbond getreden. Ik ben de Heere, uw God, en gij zult mij tot een volk zijn. Bij de Sinaï was er een verbond gesloten tussen de Heere en Israël. De Heere beloofde voor Israël te zorgen en hen lief te hebben. En Israël op hun beurt beloofde aan de Heere ook gehoorzaamheid en trouw. En dat wederzijdse huwelijksverbond wat daar bij de Sinaï gesloten was, was vastgelegd in die 10 geboden. Een verbondswet. Daarom begint die 10 geboden ook met: ik ben de Heere, uw God, ik verbind mij aan jullie. En gij zult
Dat is de andere kant. Israël verbindt zich aan God. Dus die verbond, die wet van God is niet zomaar een wet zoals wij in Nederland wetten hebben. Maar het was een verbondswet. Je zou bijna kunnen zeggen, die wet was een soort huwelijksakte. Als je trouwt, dan ga je wederzijdse verplichtingen aan. En zo was die 10 geboden een verbondswet. Een soort huwelijksakte tussen de Heere en Israël. Dus die wet was niet zomaar een wet, maar een verbondswet. Je zou bijna zeggen een liefdewet. En wie die wet verbreekt, als je een huwelijksakte overtreedt, dan ben je niet zomaar ongehoorzaam aan een bepaalde regel. Dan breek je het verbond. Dan verraad je die ander. Gods wetten overtreden is niet zomaar, je hou je niet aan een of andere regel. Je verraadt Gods liefde. Daarom bij de profeten wordt ook Israëls zonde vaak vergeleken bij overspel, hoererij. Liefdesontrouw tegenover God. Dat maakt zonde veel erger, hè? Huwelijksontrouw is niet zomaar, je hou je even niet aan een regel. Maar dan ontspoort de boel fundamenteel. En zo die wetten van God. Als ze dat horen wat ze hebben gedaan. Toen niet zomaar over zijn vergeten een paar regels na te leven. Wij hebben Gods liefde verraden. Wij zijn ontrouw geweest tegenover God. Ik ben een verbondsbreker. Ik heb zijn kostbare liefde verraden. Kijk, als je dat zo gaat bekijken, dan gaat zonde pas werkelijk pijn doen. Als je denkt, ja, het is een fout geweest, dan voel je niks bij. Maar als je ziet, ik heb Gods liefde verraden. Dat komt binnen. Dat raakt een hart. Dat breekt. Ik heb dat verbond verbroken en ik heb zijn liefde verraden. Hoofdstuk 8, vers 10. Al het volk weende. Tranen. Het kwam uit hun hart. Ze weenden als ze de woorden van de wet hoorden. Nou, dat gaat dus aan hoofdstuk 9 vooraf. Daar komt een diep berouw. Verootmoediging. Schuldbelijdenis. Dat is dat smeekgebed van hoofdstuk 9. Het is een gebed en een schuldbelijdenis. Als uitwerking van hoofdstuk 8. En dat is het kenmerk van een waar berouw. Dat is het volgende wat ik wil zeggen. In hoofdstuk 8, berouw. Waar brengt dat berouw? Het brengt aan de voeten van Christus. Ze gaan bidden. Dat is het kenmerk van een waar berouw. Een evangelisch berouw. Dat brengt aan de voeten van God. Je hebt ook een wettisch berouw. Dat is alleen maar uit angst voor straf. Oh, nu komt de toorn van God over mij. Nu ben ik voor eeuwig verloren. Als dat het enige is. Angst voor de straf en de ondergang. Dat is een wettisch berouw. Dat brengt ook niet bij God. Maar dan is het meer, hoe blijf ik die God uit handen? Dat is een wettisch berouw. Dan ga je op de vlucht voor God. Maar een evangelisch berouw doet niet vluchten voor God, maar doet vluchten tot God. Dat zie je hier gebeuren. Het brengt aan zijn voeten. Een wettisch berouw, laat ik er nog iets van zeggen, is een berouw zonder hoop. Dat is Judas. Die had ook berouw. Hij maakte er een eind aan. Een wettisch berouw is een berouw zonder hoop. Een evangelisch berouw is een berouw vermengd met hoop. Onthoud dat, onthoud dat. Dat brengt aan zijn voeten. Met hoop en met vertrouwen, ondanks mijn grote schuld, op zijn ontferming. Als we straks het gebed verder gaan bekijken, zult u dat ook zien. Het is berouw vermengd met hoop en vertrouwen. Die twee kanten trouwens kom je ook tegen in de catechismus. Die zondagen over de ware bekering. Vraag 88, 89, 90. Daar zie ik die twee kanten. Aan de ene kant, het is een hartelijke droefheid. Daar heb je dat berouw, een hartelijke droefheid. Vraag 88, dat wij de Heer door onze zonde vertorend hebben.
Maar ook die andere kant, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat zie je weer dat beide. Een ware bekering is berouw vermengd met hoop. Droefheid vermengd met blijdschap. Dat zagen we de vorige keer ook al, het eindhoofdstuk 8, de blijdschap des Heren. Je ziet die tranen en ook weer die droefheid. Je ziet dat samengaan. Berouw en hoop. Droefheid en vreugde. Als een van die beiden ontbreekt, is er iets mis. Alleen blijdschap maakt oppervlakkig. Alleen droefheid maakt moedeloos. Droefheid en blijdschap. Berouw en hoop. Als iemand alleen hoop heeft, kan het oppervlakkig worden. Als iemand alleen berouw is zonder hoop, wordt het benauwdheid. Ze gaan gelijk op die catechismus. Een hartelijke droefheid en een hartelijke vreugde. Dat is samen die waarachtige bekering. En dan. Waar loopt het op uit? Dat is de volgende stap. Wat gaat er aan vooraf? Hoofdstuk 8, berouw. Hoofdstuk 9, die schuldbelijdenis, dat gebed. En wat loopt dat op uit? Het vervolg. De verbondsvernieuwing. Vers 38. En in dit alles maken wij een vast verbond. En dat gaat door in hoofdstuk 10. De ondertekening enzovoort. Ze zetten er persoonlijke namen onder. Ze gaan zich weer opnieuw aan de Heere verbinden. Ze willen als het ware die huwelijksakte, zijn wetten weer naleven uit liefde. Dus die drie dingen horen als het ware bij elkaar. Nehemia 8, berouw. Hoofdstuk 9, het gebed. En het loopt uit op hoofdstuk 10, de verbondsvernieuwing. Dus dat gebed verbindt dat alles aan elkaar. Veel mensen denken, nou, als je je zonde ziet en je gaat ze aan de Heer belijden en dan bid je om vergeving. Ja, en dan is het zo'n beetje klaar eigenlijk. Je hebt het gebeden, je hebt gevraagd, Heer, wees mij genadig en vergeef me al mijn zonden. En dan is het klaar. Nee. Na hoofdstuk 9 komt hoofdstuk 10. Die verbondsvernieuwing. Onze gebeden moeten een vervolg krijgen in de praktijk van ons leven. Alleen bidden en verder blijft het alles bij het oude, dat klopt niet. Dus nou hoofdstuk 9, ook weer nadrukkelijk hoofdstuk 10. Dat gebed staat niet zomaar los. Maar dat verbindt berouw en verbondsvernieuwing aan elkaar. Na het gebed moet je iets gaan doen. Zo staat het hier heel duidelijk in hoofdstuk 10. Een verbondsvernieuwing, een hernieuwde toewijding aan de Heere. En dat zie je trouwens ook in die catechismus, om dat nog een keer te onderstrepen. Daar zie je dat ook gebeuren. Eerst, zegt vraag 88, het is een hartelijke droefheid dat wij de Heer onze zonden vertorend hebben. Maar dat loopt uit op verbondsvernieuwing en een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nehemia 10. In de catechismus vind je dat allemaal precies ook zo terug. Berouw, belijdenis en gebed lopen uit op verbondsvernieuwing. Want in de catechismus zie je dan ook dat dan die 10 geboden, na de bekering, die vragen, gaat het die zondagen over de 10 geboden, die verbondsvernieuwing. Het gebed hier in Nehemia 9, nog een keer. Het berouw van hoofdstuk 8, verbondsvernieuwing, hoofdstuk 10. Terugzien en vooruitzien, zo staat het hier. Door beschamende ervaringen uit het verleden, hun geschiedenis. Zijn ze er wel achter gekomen dat ze uit zichzelf dat verbond nooit zullen kunnen houden. Heel dat Oude Testament is er één bewijs van dat dat nooit gaat gebeuren. Maar dan zeggen ze niet, let op. Dan zeggen ze niet, nou, het verleden heeft iedere keer laten zien dat wij er niks van terecht brengen. Dus wat zouden we nog aan de Heere beloven?
Waarom zou hij iets beloven wat we toch niet kunnen? Waarom zouden we aan de Heere dingen toezeggen die we toch niet waar kunnen maken? Laat het maar niet doen. Want we brengen er toch niks van terecht. Beloof maar niks aan de Heere. Wat zou je beloven? Je kunt het toch niet. Ik heb het idee dat dat onder ons ook wel eens een beetje zo ongemerkt kan leven. Beloof maar niks aan de Heere, want ja, dat kun je toch niet. Maar zo doet Israël het niet. Ze zijn er terdege achter gekomen vanuit zichzelf, nooit en niks. Dat is helder. Maar wat dan? Voordat ze gaan beloven, die verbondsvernieuwing, gaan ze eerst op de knieën. Hoofdstuk 9. Het gebed. Ze gaan zich weer aan de Heere verbinden. Maar ze wil, o Heere, geef ons uw hulp en uw geest en uw genade. Opdat wij door uw kracht uw wetten zouden mogen naleven en houden. Vanwege die onuitputtelijke overvloed van genade die bij u is. Daar gaan ze op pleiten in hoofdstuk 9. Heere, uw barmhartigheid. En uw verbond, dat zijn twee dingen vooral waar ze het over gaan hebben. Komt er straks nog op terug. Zijn barmhartigheid en zijn verbond als twee pilaren waarop als het ware hun verbondsvernieuwing rust. Maar dan gebeurt het wel. Ze gaan zich weer opnieuw aan de Heere verbinden. En beloven hem opnieuw in afhankelijkheid, liefde en trouw. Als de Heere zo is. Dan mag ik er zeker van zijn dat hij mij wil helpen om te geven wat hij van mij vraagt. En als ik dan weer in zonde val, maar dan mag ik weten dat er weer een vergeving is en er een weg terug mogelijk is. Ze gaan zich opnieuw aan de Heere verbinden, levend uit hem, uit zijn barmhartigheid. Let er eens op. Hoe vaak juist die barmhartigheid in dit gebed terugkomt, als je Bijbel erbij pakt. Tot 6 keer toe in dit ene gebed hebben ze het over die barmhartigheid. In vers 17, dan kom je tegen dat woord barmhartigheid, vers 17. En dan vers 19, als u kijkt in vers 19, daar kom je weer dat woord barmhartigheid tegen. En dan verderop, in vers 27... staat weer barmhartigheid. En in vers 28 vind je weer barmhartigheid. En in vers 29 vind je weer barmhartigheid. En in vers 31, want gij zijt een barmhartig God. Al die barmhartigheid van God, hè. Tot 6 keer toe komt dat iedere keer. Heere, u bent toch barmhartig. 6 keer gaan ze dat de Heere voorhouden. Als een pleitgrond. Het grote fundament van hun gebed. Dat is, wij mogen toch weten, Heere. Al zijn wij grote verdoemelijke zondaren. Maar uw barmhartigheid. Uw grote barmhartigheden, zeggen ze zelfs. Heere, het kan nooit om ons. Maar vanwege uw barmhartigheden. En dat is voor ons vanmorgen ook goed om dat eens te overdenken. Gods barmhartigheden, waar ze tot 6 keer toe over hebben. Hoe vaak denk ik in mijn gebeden aan Gods barmhartigheden? Denk daar eens over na. Als je zo je handen vouwt en je knieën buigt. Hoe vaak denk je dan als je aan het bidden bent, nou bid ik deze ellendige zondaar. Maar ik mag weten, ondanks wie ik ben, maar in zijn woord wordt het zo bekendgemaakt. Voor goddelozen en voor ontrouwen. Maar hij is een barmhartig God. Dan wil hij het ook voor deze zijn. Hoe vaak denken wij in onze gebeden, ik bid tot een God die overloopt van barmhartigheid. Ondanks mijn schuld. Ik denk dat wij het veel te weinig bedenken en geloven. Als het hier in dit ene gebed tot 6 keer toe staat. Als het fundament,
Anders dan kon ik wel stoppen met bidden als God niet barmhartig was. Zegel God en sterf. Ga dan maar weg. Maar dit besef, lieve mensen. Al veroordeelt je hart je zo dat je je schaamt. En je hem eigenlijk amper onder ogen durft te komen. En toch dit volk, hè. Al hebben ze het er ellendig afgebracht. Maar zeg maar, Heer, u bent er zo. Heel die geschiedenis van Israël brengen ze in herinnering. Waarom zijn onze gebeden vaak zo zwak? En zo aarzelend? Omdat wij te weinig ons oog en ons hart richten op zijn barmhartigheid. Komt er straks nog op terug. Wat verder, zoals over die algemene opmerking in het begin, in dit gebed opvalt ook nog, is, mag ik het zo zeggen, het hoge Bijbelgehalte. Letterlijk elk woord uit dit gebed is in het Oude Testament terug te vinden. Elke zin die hier staat kun je terugvinden ergens anders. Dit gebed is een geweldig voorbeeld hoe ook wij in onze gebeden gebruik mogen maken van de woorden van God. Gods woord is ons niet alleen gegeven om de Heere te leren kennen. Maar Gods woord is ons ook gegeven om ons woorden te geven om te bidden. Dit gebed heeft een hoog Bijbel gehaald. En dat zijn de sterkste gebeden. Als je met Gods eigen woorden naar God gaat. Laat maar heel eerlijk zijn. Kom bij mezelf ook tegen. Onze eigen woorden. Je valt zo gauw in herhaling. En het zijn vaak maar zulke armzalige woorden. Wij hebben vaak zo weinig woorden om nou te kunnen zeggen wat er in ons hart leeft. En daarom zijn onze gebeden vaak van die smalle gebeden. Maar dit gebed moet je eens kijken, hè. Dit gebed is vaak zo anders dan mijn gebed. Het is veel frisser. Veel breder, zou ik bijna zeggen. Krachtiger. Vrijmoediger. Vrijmoediger. Laat dat ook een les zijn. Wij moeten veel meer met Gods eigen woorden naar God gaan. Laat het Bijbelgehalte in onze gebeden meer zijn. Het zal ons gebed sterker en levendiger maken en rijker. Stap verder. Waar gaat het in dit gebed om? Nou, kort samengevat. Het is een verslag van Israëls doorlopende ontrouw. En tegelijkertijd Gods onuitputtelijke genade. Al die versen door is dit steeds weer wat terugkomt. Als u kijkt in hoofdstuk 7, vers 7 tot 15. Daar somt Nehemia een hele reeks van Gods voorbeelden van zijn goedheid en genade op. Vanaf vers 7. He, vers 7 en 8, de genadige verkiezing en roeping van Abraham. En in hem van heel Israël. Andere volken ging de Heer voorbij. Abraham en in hem heel Israël genadig uit die verloren mensenwereld geroepen. Terwijl ze net zo verloren waren als de rest. Wat een genadige goedheid van God. Vers 9 en 10. Nog een voorbeeld van zijn genade. Hoe hij Israël verloste uit Egypte. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte en hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee. Nog een voorbeeld van Gods genadige liefde en trouw. Vers 12, hoe hij in elke dag trouw door de woestijn heeft geleid met die wolkolom en die vuurkolom. Nog een bewijs van Gods goedheid en genade. Vers 13, dat hij zijn goede, heilzame, zegenrijke geboden gaf. Weer een bewijs van zijn goedheid en liefde. Vers 15, in de woestijn zorgde hij als een trouwe vader voor eten en drinken. Kortom, van vers 7 tot 15. Het is ene doorlopende reeks van bewijzen van Gods goedheid en liefde. En wat was toen Israëls dank? Vers 16,
Maar zij en onze vaders hebben trots gehandeld. En hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En zo gaat dat verder ook in vers 17. Hè? Verschrikkelijk. Is dat jullie dank tegen zo'n goede tieren God? Wat deed God toen? Toen zijn doorlopende liefde en genade zo met haat en ontrouw en verachting werd beantwoord. Toen daalde er een vuur uit de hemel neer en verteerde hen. Dat had er moeten staan, hè? Na vers 17, dat zo, als dat volk zo terug doet, als dat vergelden is, toen kwam God en brandde hen weg. Dat had er moeten staan. Dat was rechtvaardig geweest. En als je nou vanmorgen bent ingaan zien wie ik nou ben voor die God, die voor mij ook steeds maar weer zo goedertieren en zorgzaam is geweest. Ja, dan moet je zeggen, ik draag hetzelfde verdiend. Dag aan dag, Heere, wat doe ik u aan? Mijn ontrouw en mijn ongehoorzaamheid en mijn verkeerdheid. Dan heb ik hetzelfde verdiend. Ik kan alleen maar rekenen op zijn rechtvaardig oordeel. Maar als je zo denkt, ken je God niet. Hij is zo anders dan wij denken. Kijk maar vers 17. Doch gij, een God van vergevingen, meervoud. Kanttekeningen zeggen ook om de overvloed te onderstrepen, meervoud. Genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Zo volk. En zo doet God. Ik zei het net, hè? Je denkt, nou moet het oordeel komen. Terecht, verdiend. Maar God is zo anders dan wij denken. Hier zie je bewijs. Je kon alleen het oordeel verwachten. En er komt genade. Daarom haalt Nehemia dit in dit gebed natuurlijk aan, hè? Omdat hij en dat volk daar en toen in Jeruzalem net zo schuldig en verkeerd waren als Israël in die woestijn. Uit de Heere, wij zijn precies hetzelfde. Heere, u bent toch diezelfde God. En zoals u toen voor dat verkeerde Israël wilde zijn, omdat u barmhartig en langmoedig en groot van goede tieren bent, Heere, dan wilt u toch ook zo voor ons zijn. Hij gaat pleiten op wie God is. En zo mogen wij in navolging. Hij zegt, Heere, deze verkeerde. Maar u bent toch barmhartig en genadig als toen voor een volk dat net zo verkeerd was als ik. Zo moet je de Bijbel in je gebed als een grond, waar ze ook anders op durven pleiten en vragen. Maar hoe God met Israël toen daar omging, zulke goddelozen, dan mag ik toch hoop krijgen, ondanks wie ik ben. Hoe ging het toen verder? Toen de Heere zo onbegrijpelijk genadig was geweest naar Israëls ondankbaarheid. Toen hadden ze natuurlijk wel een les geleerd. Je kan het één keer fout doen, maar dan, 18, zelfs als ze zich een grote kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd en grote lasteren hebben gedaan. Wat daar gebeurde bij dat gouden kalf. Daar hebben ze wel zo God uitgedaagd. Het bloed onder de nagels vandaan gehad als het ware. Ze hebben God vertoornd. Zo ver, we kennen de geschiedenis. Nadat de Heere zei, en nu delg ik ze uit mijn boek. Hè? Zelfs bij God was toen de maat vol. Nou houdt het op. En wie zou dat God kwalijk nemen? Nou houdt het op. Maar weer zeg ik.
dan ken je God niet. Dan ken je God niet. 19. Gij hebt hen nochtans door uw grote barmhartigheid naar de gouden kalf niet verlaten in de woestijn. Niet de band doorgesneden gade, maar voor eeuwig naar de rampzaligheid. O, die barmhartigheid. Er staat ook bij uw grote barmhartigheid. Nou, dat is wel groot, hè? Als je dan met zo'n volk toch nog weer verder gaat. Ja, John Newton heeft over amazing grace. Nou, inderdaad, een wonderbaarlijke genade. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dit moest opgeschreven worden in Exodus. Omdat eeuwen later, tot in 2022, toen mensen die moeten zeggen, heren, en ik ben van dezelfde lap gescheurd. Maar als ze dan lezen dat God toch weer met zo met die mensen verder gaat. Wie zou dan vanmorgen geen hoop en moed mogen grijpen? Vanwege zo'n God. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar. Naar onze zonde niet geweten hier en thuis. Geloof je nou werkelijk dat God zo is? Dan moeten we vanmorgen maar eens zaken doen, hè? Of zeggen, ja, maar God is nou anders. Toen was hij voor de grootste zondaren toch barmhartig en genadig, maar dat is hij nou niet meer. Hij wilt wel zijn voor anderen, maar voor mij niet. Ik kan je begrijpen. Als je jezelf leert kennen, sta je hier ook voor zo'n raadsel. Genade is ook nooit te begrijpen. Het is ook echt een wonder. Maar kijk wel uit. Dat je blijft bij dit woord. Geen andere God dan die God die ik hier in Nehemia 9 tegenkomt. Maak geen andere God. Voor een ieder die beschaamd. En bedroefd, net als hier in Nehemia 9, tot hem vlucht. En hij deed nog meer. Hij deed nog meer. Vers 20 tot 25. Dat volk, en gij hebt uw goede geest gegeven en te onderwijzen. En uw mannen hebt gij niet geweerd van de mond en water hebt gegeven voor een dorst. En hij bracht hen in het beloofde land. Hij bracht hen in het allerbeste land ter wereld. Oh, wat een zorg. Elke dag weer eten en drinken en alles. En wat was toen Israëls dank? Voor zoveel liefde en gunst. Vers 26. Maar zij zijn wederspannig geworden. En hebben tegen u gerebelleerd. En u werd achter hun rug geworpen. En uw profeten gedood. Die tegen betuigde om hen te doen wederkeren tot u. Wat wederkeren tot God? Stenig die profeet. Want dat is het laatste wat we doen willen. Wederkeren tot God. Legt die man het zwijgen op. Uw profeten gedood die tegen hen betuigde om hen te doen wederkeren tot u. Alzo hebben zij grote lasteren gedaan. Weer. Wat een volk, hè. Wat een volk. In plaats van beter, zie je eigenlijk, het wordt alleen maar steeds grover. En steeds brutaler en steeds hatelijker. Steeds rebelser tegen God. Zijn profeten worden uit de weg geruimd. Maar ja, als je bij het licht van Gods woord en geest van binnen een beetje gaat zien wat hier zit. En wie ik ben voor God. Dan schud je je hoofd niet meer over Israël. Maar over jezelf. Over jezelf. Het gaat hier over mij, hè. Laat dat eens tot je doordringen. Wat doe ik God aan? Hoe ga ik met hem om? Dat je alleen maar verbazen kunt.
dat God het met deze nog één dag volhoudt. Vers 27. Daarom hebt gij hen gegeven in de hand van hun benauwers die hun benauwd hadden. Ja, ja, dat hadden ze ook verdiend. Wel benauwd, gekastheid, maar niet vernietigd. Want hoe gaat het verder? Maar als zij in de tijd van hun benauwdheid tot u riepen, hebt gij van de hemel gehoord en hun naar uw grote barmhartigheden verlossers gegeven. Weer die barmhartigheid, hè? Staat zelfs bij uw grote barmhartigheid. Nee, zelfs meervoud. Hij gaat nu over naar meervoud. Niet meer barmhartigheid, maar barmhartigheden. Dit moet wel heel veel zijn om nog met zo'n volk verder te kunnen gaan. Ja, hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je gaat beseffen die barmhartigheid van God. Dat moet wel zo onvoorstelbaar en zo onuitsprekelijk zijn. Niet alleen maar grote, maar zelfs nog in meervoud ook nog een keer erachteraan. Lieve mensen, zijn Gods grote barmhartigheden voor ons wel eens wonderlijk geworden? Wonderlijk. Die grote barmhartigheden. Dat was God. En toen, 28. Maar als ze rust hadden, keerden ze weder om kwaad te doen. Toen kwam het oordeel. En toen liepen ze weer tot God. Als zij zich dan bekeerden en u aanriepen, zo hebt gij hen van de hemel gehoord en hebt hen naar uw barmhartigheden vele malen uitgerukt. Verlost betekent dat. Gered. Weer gered, weer gered, weer gered, weer gered. En dan gaat weer fout. Dan gaat weer fout. Vers 29. Gaat weer fout. En dan vers 31. Doch door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, noch hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. En zo gaat het maar door. Ik stop maar, hè. Ik kan me voorstellen dat ze dan stop maar. Ik word er moe van om dit aan. Het is iedere keer hetzelfde liedje. Je wordt er bijna moe van na een aantal keren. Nou weten we het wel. Stop nou maar. Als wij er al moe van worden, moet God er dan helemaal wel niet moe van worden? Als wij al moe worden om dit aan te horen. Als de geschiedenis van Israël ons één ding leert, dan is het wel dit. Dat hier bevestigd wordt van hen en van ons. Dat wij onbekwaam zijn tot enig goed. En dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. Hier zie je het. En daar staan we niet zo ver af. Heren, word u mij nog niet zat. Ik die het elke dag weer bederf en verkeerd doe. Wonder, hè? Dat God mij nog één dag verdraagt. Dan gaan we verder. Want kijk wel uit. Kijk wel uit. Dit gebed laat in de spiegel van Israël vanmorgen zien. Zo zijn wij. Maar nog troostrijker in dit gebed is dat dit gebed ook een spiegel is. Zo is God. Die twee kanten. Een spiegel, zo ben ik. Maar ook in de spiegel, zo is God. Dit gebed wil ons leren wie wij zijn. Maar daaroverheen nog meer, vergeet dat nooit, wie God is. En dat voor zo'n volk. Een God van grote barmhartigheden. Dat gaat steeds meer schitteren. Steeds meer stralen. Die droevige, droevige, droevige geschiedenis van Israëls non-stop ontrouw. Is tegelijkertijd een wonderbaarlijke gelegenheid
om Gods ongekende barmhartigheid en liefde en geduld te openbaren. Paulus zegt het, hè? Romeinen 5, vers 20. Want waar de zonde overvloedig is geworden, daar is de genade nog veel meer overvloedig geworden. Dat zie je gebeuren. De zonde is overvloedig, onvoorstelbaar. Maar de genade gaat er overheen. Iedere keer weer. Iedere keer weer. Dit gebed laat ons zien wie wij zijn, maar nog meer wie God is. Zullen wij dat nooit vergeten? Zoals hij toen was voor dat goddeloze Israël, zal hij nu nog zijn voor een arme zondaar die tot hem komt. Meer nog dan dat je je verbazen kunt over Israëls onbekeerlijkheid, mogen wij ons verbazen over Gods ongekende goede tierenheid. Kijk uit. Dat wij het niet meer hebben over onze verkeerdheid dan over Gods goedheid. Dan raken we het spoor van Nehemia 9 kwijt. Beleid je verkeerdheid. Hij mag met een goede vriendin, best wel eens je nood en je verdriet en je worstelingen delen. Maar kijk wel uit, hij er niet in blijft steken. Nehemia 9. Die zeggen, zo was Israël. Maar ze hebben nog veel meer over, maar zo was God. Dat moet uiteindelijk de overhand hebben. Dat is nou de bedoeling en de boodschap van Nehemia 9. Nehemia bidt. En volgt met hem. Israëls geschiedenis in de tijd van de woestijn en later is hun geschiedenis in Jeruzalem, daar en toen, hetzelfde. Ze zijn beschaamd. En bedroefd. En hart doet pijn. En toch, hè, al is er alle reden. En ze weenen. Oh, Heere, geef mij ook meer tranen. Ik heb er veel te weinig. Maar toch, dat is het volgende. Al proef je in dit gebed schaamte. Je proeft pijn. Verdriet zijn wij zo. Maar let op, maar je proeft in dit gebed geen wanhoop. Geen wanhoop. Ze zeggen niet, hier in Nehemia 9, Heere, toen waren onze vaderen zo en wij zijn precies hetzelfde, dus het is met ons gebeurd. Nee, in dit gebed, ondanks alles, proef je toch hoop. En vertrouwen. En zelfs vrijmoedigheid. Hun diepe schuld verhindert hen niet om tegelijkertijd, nochtans desgeloofs, te zeggen, en nochtans, Heere, als wij weten hoe u zo toen was en het hen niet weggedaan, dan komen wij tot u. In diezelfde hoop, met datzelfde vertrouwen. In uw grote barmhartigheden. Je proeft in dit gebed wel verdriet, geen angst. Wel ootmoed, maar geen wanhoop. Dat is van de duivel. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan als je het er zo schandalig hebt afgebracht? Ik noem het al in het begin, die twee pijlers. Waar rust dit gebed op? Op Gods barmhartigheden. En Gods verbond. Voor de meest schuldigen en onwaardigen. Want dan klinkt het, hè? In vers 32. Nu dan. Dat is ongeveer het einde van het gebed. Dan wordt als het ware een conclusie getrokken. Eerst allemaal wie Israël is geweest en wie God is geweest. En nu een soort conclusie, nu een soort boodschap. En in die laatste versen van het hoofdstuk lees je dan niet direct concreet waarom gebeden wordt. Het is een beetje een gebed met een open eind, zou je bijna zeggen. Maar er klinkt wel duidelijk in door, Heere, u bent in het verleden zo geweest voor dat verkeerde, ontrouwe volk. Wil u dan ook zo zijn voor ons? En dan bidden ze met verwachting. Zoals met een bepaald vertrouwen. En help ons, Heere,
En verlos ons uit al onze nood en in al onze zorgen en al onze zonden. Nu dan, vers 32, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God, die het verbond, daar heb je het, hè? En de weldadigheid, houdt de twee pijlers, zijn verbond en zijn weldadigheid. Neem ja, en dat volk. En vanmorgen wij, hier in de kerk en thuis, wij hebben voor God geen been om op te staan. Laat ik het zomaar zeggen. Maar dan komt hij terecht bij dat vaste verbond. Dat vaste verbond. Dat verbond der genade. Van die God der barmhartigheden. Dat is zijn hoop. En daar steunt zijn vastigheid. Buiten zichzelf. In die trouwe verbondsgod. Nu dan. Heere, vanwege dat verbond. En wij zijn ook in dat verbond der genade opgenomen. Opdat wij ook in onze verlorenheid en hopeloosheid op dat verbond der genade zouden zien. Waarin hij belooft en heeft dat bij de doop persoonlijk aan ons bevestigd en verzegeld. Opdat wij daar nooit, nooit aan zouden twijfelen. Hoe wanhopig het er ook voor staat. Hier dit volk. Het staat er wanhopig voor. Maar Heere, uw verbond. Bij de Sinaï, dat trouwverbond, hè? U weet het allemaal. Dat verbond. Daar kwam Nehemia en heel dat volk in een verloren bij terecht. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Lieve mensen, wat maken wij weinig, weinig gebruik van onze verbondsvoorrechten. Wij zijn gedoopt in dat verbond der genade opgenomen. Wat doe je ermee? Juist als het zo vastloopt en zo verloren is, hier zie je het gebeuren. Die het verbond en de weldadigheid houdt. Je kan zo blijven staren op wie je zelf bent. Hè? En je wordt alleen maar moedelozer. En moedelozer. Je kan zo bezig zijn met jezelf, omdat je vergeet. Om te zien wie hij is. Wie hij is. McShane zei een keer, je moet bij wijze van spreken 1 keer op jezelf zien en dan 10 keer op Christus. Bij wijze van spreken, die verhouding. Het is natuurlijk bij wijze van spreken, maar het is bij ons vaak niet omgekeerd. 10 keer op jezelf. En misschien 1 keer op Christus. Als dat dan. Kijk uit, hè. De schuld is groot. Maar die barmhartigheden. En dat verbond, hè. Er klinkt in dit gebed geen wanhoop. Geen angst, wel verdriet en pijn, maar ook vertrouwen. Dat is de grote. We gaan langzaam aan het eindigen. De heerlijke les van dit kostbare gebed. Van Nehemia 9. Die God van die grote barmhartigheden. En die God van dat vastgestaafd verbond. Opdat wij in onze schuld en onze verlorenheid hoop en zekerheid zouden hebben. Buiten ons. In hem. Daar zegt dat formulier. Dat is gelezen toen wij ooit gedoopt werden. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Dat is de les van Nehemia 9. En die les is ons voorgehouden. Toen als kleinkind werden gedoopt en er zo niet van wisten. En al wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij om Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Verbondsvernieuwing. Niet in de zonde blijven liggen. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is. Luister niet naar de duivel, die wil dat je dit heel gauw vergeet.
Luister niet naar je hart dat twijfelt, twijfelt, twijfelt. Omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Smijter geld zegt, als je dat niet gelooft, moet je voor de preekstoel komen en je doop herroepen. Als je zegt, het is niet waar, hij zegt, kom dan voor de preekstoel staan en zeg maar, heren, hier heb je terug. Dat doen ze in Engeland, ontdopen. Maar dat wil de Heer niet, hè. Laat dit nou vast. Omdat wij door die doop en zegel een ontwijfelbaar getuigenis hebben. Hij heeft het beloofd, zo is hij. Voor deze ellendeling, voor deze zwarte zondaar. Al laten wij dan naast Nehemia met dat verloren volk. Voor deze God der barmhartigheden en die God des verbonds neerknielen met hen en het bidden. Heere, gedenk aan uw barmhartigheden en aan uw verbond om Christus wil. Amen.